Goedemorgen, jokkie, hier is hij weer, Frank de Vlokke. Ja, goeie dames en heren, de vlokkenvolgers. Ja, het zat niet mee deze dag, ik ben een beetje laat, ik weet, het is trouwens goedemiddag, excuseer. Ik heb, het was gisteren van een etentje van Herman de Bleken gehad. Ja, ook leuk, was binnen te houden. Het houdt niet op. Het was goed, zou ik zeggen. En daarna zijn we nog eventjes naar Lauw gegaan. En dan hebben we nog... Maar Inge, met je lekkere dingen. Ja, moet ik even zeggen, natuurlijk reclame voor Inge. Dus en Lauw, maar dat was een pokeravond. En ik heb geen pokerfeest, dus ja, wat heb ik gedaan? Ik ben maar op mijn gemakkie aan de bar gaan zitten. En we gaan drinken met Ronnie. En toen ben ik naar huis gegaan. Ik vond het maar een beetje... Ik was een beetje moe. Van al dat gevreet en dat gezuip. Dus ik wil zeggen, in ieder geval, wij zijn vanmorgen om 10:50 weggereden. Dus ik was vergeten mijn vlog te maken. Maar goed, hier komt hij alsnog eraan. Ik zou zeggen, mensen, fijn zaterdagje vandaag. Tot morgen. En dan kom ik, morgen ga ik even naar het voetbalveld. Bij de jongens van Torren, van Wessum 3, zal ik maar zeggen, Oud-Wessum 3. Ben ik ook speler geweest, ik was een super spits. Maar ja, ik ben gestopt op mijn hoogtepunt. En dat moet je altijd doen. Dus. En dan ga ik even kijken en dan geef ik daar een verslagje van. En dan zie ik jullie misschien vanmiddag bij de Gubbel. En dan zou ik zeggen, Loekie, dat was weer een Frankie de Vlokkie.